Ja, ik denk dat dit een aardige wedstrijd voor ons was, waarin we geduld moesten opbrengen om de tegenstander kapot te spelen. En dat zag er misschien niet spectaculair uit de eerste helft. Soms een beetje moeizaam dat we te snel de lange bal zochten. Maar zij speelt natuurlijk ook vrij defensief. Ja, maar daar moet je geduld hebben. En als je geduld hebt, dan zie je dat het ook af en toe uitkomt. Dat we aardige aanvallen hebben en dat je ook dan na het verloop van tijd ook de goal maakt. Nou ja, ik moet zeggen dat wij gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. Natuurlijk kan het altijd beter, maar als je 4-1 wint van Ghana moet je gewoon tevreden zijn. Ghana is ook een WK-ganger. Wat zegt dan deze uitslag? Ja, moeilijk in te schatten. Ik weet niet in hoeverre zij met de sterkste elftal gespeeld hebben, wat zij gedaan hebben op de training. Dat is moeilijk te zeggen. We hebben redelijk zwaar getraind. We zijn vandaag pas teruggevlogen. Al bij al kunnen we tevreden zijn. Ja, die oefenpotjes moet je gebruiken om natuurlijk vertrouwen te krijgen. Om het spel goed te laten lopen, om wedstrijd ritme te houden. Maar we wachten natuurlijk allemaal op 14 juni. En ja, dan moet het zo snel mogelijk worden. Je stond opnieuw in de basis tegen Mexico en nu ook weer tegen Ghana. Dat is denk ik toch wel misschien wel een beloning van de bondscoach, hè? Van Marwijk, dat je goed bezig bent. Ja goed, ik geef elke training alles. In wedstrijden elke dag. En het enige wat ik kan doen is dat te blijven vasthouden en dan zien wat Schipstra. Volgens mij voel jij je als een vis in het water in deze groep. Volgens mij heb jij een lekker gevoel te pakken. Ja, absoluut. Kijk, het zijn allemaal hele goede spelers en de sfeer is heel goed, wat ook heel erg belangrijk is. En je merkt dat er gewoon iets moois aan het ontstaan is en laten we hopen dat dat ook in Zuid-Afrika tot uiting zal komen.